Dank u, voorzitter. Beste collega's, mevrouw de staatssecretaris. 22 september 2011 was een historisch moment. 22 september, net 6 maanden, exact vandaag, dag op dag, 6 maanden geleden, is de nieuwe wet op de gezinshereniging van kracht in werking getreden. Het was een echte kentering voor de eerste keer, en dat was dankzij een rechtse meerderheid in deze assemblée, voor de eerste keer, zonder de steun van de PS, zonder de steun van CDH, is er in zaken migratie echt iets veranderd. We hebben een wet gemaakt, en denk ik een zeer goede wet, een wet die nog altijd de toets van het grondwettelijk hof en van de Europese rechtbanken doorstaat. We zijn nu 6 maanden ver en mijn vraag is, mevrouw de staatssecretaris, kan u een evaluatie geven, kan u enkele cijfers geven, zodat we kunnen weten wat het effect op het veld is van deze wet. Loopt dit goed? Zijn er inderdaad minder gezinsherenigingen, maar mensen die we echt kunnen gebruiken voor onze arbeidsmarkt, voor de toekomst van dit land? Dat is mijn vraag, dus ik hoop van u een duidelijk antwoord met een duidelijk overzicht van die laatste 6 maanden ten opzichte van de jaren ervoor. Dank u. Bedankt meneer Franken, mevrouw Timmerman. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega's. Het is inderdaad 6 maanden geleden dat wij de wet op gezinshereniging hebben gestemd. Wij hebben als SPA voor deze wet gestemd. Ik heb mij evenwel onthouden. Wij hebben voor deze wet gestemd omdat wij ten eerste vinden dat huwelijk en gezinshereniging een absoluut recht is, maar dat wij ook moeten vaststellen dat het huwelijk heel dikwijls wordt misbruikt voor malafide praktijken. Denken we maar aan de schijnhuwelijken, de gedwongen huwelijken, de gearrangeerde huwelijken enzovoort. Mensen komen soms naar hier met heel grote verwachtingen, worden hier totaal geïsoleerd in huizen, komen hier totaal geïsoleerd in huizen terecht, kunnen niet terecht op de arbeidsmarkt enzovoort. Dus wij vonden ook dat er een aantal zaken moesten gebeuren en in die wet staan er effectief goede zaken. Er moet huisvesting voorzien worden, er is een loonvoorwaarde en dergelijke meer, dus dit is goed. Ik heb mij evenwel onthouden toen, omdat er ook 2 negatieve aspecten waren. Namelijk ten eerste dat er een discriminatie is door die wet tussen Belgen en EU-burgers. En ten tweede, en dit was zeer verwonderlijk, zeker voor een aantal Vlaamse partijen, dat men daar de integratievereisten niet in opgenomen heeft. Vandaar ook mijn vraag naar een evaluatie, mevrouw de staatssecretaris. De cijfers lijken goed, maar voor ons zijn de cijfers niet belangrijk, maar is de kwaliteit echter veel belangrijker. Dus ik zou u willen vragen, ten eerste, hebt u zicht op de routes, de andere routes, de België-route, de Nederland-route, namelijk mensen, Belgen, die hier niet aan gezinshereniging kunnen doen wegens de voorwaarden en die daarvoor naar Nederland gaan en omgekeerd, is dat gestegen of niet? Dat is een eerste vraag. Een tweede vraag is, en dat was ook een van de zaken die wij toen gevraagd hebben tijdens de bespreking, zou het niet beter zijn dat we naar een harmonisering gaan van de Europese wetgeving daar rond, zodanig dat we die verschillen niet meer hebben? En ik zou dan ook aan u willen vragen, zijn daar al stappen in genomen? En dan tenslotte, last but not least, mevrouw de staatssecretaris, we hebben er toen ook op gewezen dat het heel belangrijk is om de gemeenschappen zelf te sensibiliseren, om hen er attent op te maken dat het hier niet het land van melk en honing is, dat het niet zo is dat mensen die naar hier komen automatisch werk hebben enzovoort. Om heel veel frustraties te vermijden, zou het goed zijn om aan sensibilisering te doen bij deze gemeenschappen zelf. En mijn vraag is dan ook of dit ook al gebeurd is. Dank u wel. Merci, madame Timmerman. Madame Lennery. Collega's, mevrouw de staatssecretaris, meneer de voorzitter. De nieuwe wet op de gezinshereniging, waar we in dit parlement lang aan gewerkt hebben en waar we heel erg over verheugd waren toen we die gezamenlijk hebben goedgekeurd, die is intussen 6 maanden van kracht. Namelijk sinds 22 september is die al nu, vandaag, dus exact 6 maanden van kracht. Het was een heel belangrijke, een historische wetswijziging, omdat we inderdaad daarmee wilden aantonen dat belang dat de grootste groep van mensen die naar ons land komen, dat gebeurt via de gezinshereniging, jaarlijks zo'n 40.000 mensen,
dat dat één zaak is, maar dat we dan ook moeten zorgen, en vooral moeten zorgen dat als die mensen naar ons land komen, dat zij zich effectief ook bij ons goed kunnen integreren. Hè. Het is niet de bedoeling geweest van die wet om nu maar mensen hier buiten te houden, maar het is wel de bedoeling geweest, als zij naar hier komen, dan te zorgen dat zij een goede toekomst hebben, dat zij een toekomst hebben in dit land, doordat wij natuurlijk ook vooraf vragen, u moet zorgen voor een deftige woning, je moet zorgen dat je uw partner en uw kinderen eventueel kunt onderhouden, om te vermijden dat zij in het, onder het leefloon dus terechtkomen. Vandaar, mevrouw de minister, dat wij nu ook de evaluatie willen maken. Ten eerste is mijn vraag, is die wet die toen van kracht is gegaan, 22 september, is er voldoende over gecommuniceerd met de betrokkenen, met de lokale besturen, met organisaties, over bijvoorbeeld welke, hoe dat je moet bewijzen of dat je aan die criteria, inkomen, huisvesting, leeftijd en dergelijke, hoe dat je dat moet bewijzen. Hoeveel aanvragen waren er het afgelopen jaar en hoeveel waren er sinds 22 september? Hoeveel aanvragen waren er, zijn er sindsdien goedgekeurd? En van degenen die zijn afgekeurd, wat zijn daar de voornaamste redenen? En hoeveel mensen daar zijn tegen een weigering in beroep gegaan? Kan u mij dat ook zeggen? En zijn er het afgelopen jaar, en eventueel ook al het afgelopen half jaar, ook verblijfsvergunningen ingetrokken, omdat men niet meer voldoet aan de criteria, bijvoorbeeld het hebben van een voldoende inkomen, of dat men bijvoorbeeld toch terug grijpt naar middelen van het OCMW. Tot daar eigenlijk mijn vragen om een allereerste evaluatie te krijgen. Het is misschien snel, na 6 maanden. Ik weet dat het nog even tijd zal nodig hebben om effectief alle effecten van deze wet te zien. Maar het is toch wel belangrijk om nu al een tussentijdse evaluatie te maken, zodat wij ook op tijd kunnen nadenken of dat er eventuele bijsturingen noodzakelijk zouden zijn. Ja dan nee. Bedankt mevrouw de staatssecretaris. Jawel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik dank u voor uw vragen. Het is in vandaag 22 maart, 6 maanden geleden, dat de nieuwe wet op de gezinshereniging van kracht is geworden. Ik heb een aantal cijfers mee voor de collega's, maar die zijn nog onvolledig. We kunnen zien dat er een wijziging is gebeurd in de cijfers, in het aantal aanvragen. Kort gezegd, in 2010 zijn 18.190 aanvragen ingediend bij onze diplomatieke posten. In 2011 19.826, dus een stijging van 8%. In 2010 zijn er 12.600 visa D's aangevraagd, afgeleverd. En in 2011 zijn er 15.259 afgeleverd, wat een stijging van 20% betekent. In 2010 zijn 3.400 visa D geweigerd en in 2011 zijn 6.492 visa D geweigerd geweest. Wat zien wij nu over het aantal weigeringen per maand? Wel, in september is de wet van kracht gegaan, maar pas vanaf 22 september. En in september 2011 waren er 28,5% weigeringen. In oktober, dus een volle maand met de nieuwe wet, 55,5% weigeringen.
In november 58,5%, in december 58,3%. Het gaat dus telkens om een stijging van 30%. De cijfers voor januari en februari heb ik niet kunnen hebben, omdat er zich een informatica-probleem heeft voorgedaan bij het Rijksregister. En dat wordt, zoals mij gezegd is, zo spoedig mogelijk hersteld. U ziet, collega's, het zijn onvolledige cijfers. Het is dus echt nog te vroeg om de conclusies daaruit te trekken. Ik begrijp uw ongeduld en ik deel uw ongeduld. Ik wens ook zo snel mogelijk over een gedegen analyse te beschikken. Ik stel voor dat wij die dan in de commissie gaan doen. Het is belangrijk om ook oog te hebben voor de kwaliteit van de analyse en de evaluatie. Wat uw precieze vragen betreft, mevrouw Temmerman, is er een harmonisering van de Europese regelgeving? Wel, er is de richtlijn, de Europese richtlijn, maar die laat voor de verschillende criteria wel een vrijheid toe aan de lidstaat. En dus wat dat betreft zijn er dus inderdaad verschillen van land tot land. Is er een sensibilisering naar de gemeenschappen toe gebeurd? Er is overleg geweest door de diensten met NGO's om aan hen ook duidelijk te maken dat het inderdaad niet zo simpel is om hier voor mensen uit andere landen om aan gezinshereniging te doen. Maar met de gemeenschappen is dat nog niet gebeurd. Mevrouw Rangerie, de belangrijkste redenen voor afkeuring, dat zal ook een vraag zijn die we gaan moeten beantwoorden bij de behandeling van bij de analyse. Dank u. Bedankt, mevrouw de staatssecretaris. Meneer Franken, ja. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, dank u voor uw antwoord. Ten eerste, ik wens u veel succes bij de protesterende studenten van de VUB, die gisteren blijkbaar ook uw kabinet hebben belaagd ook. Zij zijn uiteraard ook heel verbonden met de hongerstakers op de VUB. Dat is denk ik heel begrijpelijk vanuit hun oogpunt. Toonde dat de hongerstaking geen middel is om finaal tot een verblijfsvergunning of aan een verblijfsvergunning te raken. Dat is geen gemakkelijke post, u wist dat. Daar moet je soms van een hart een steen kunnen en durven maken. En dit is denk ik een heel mooi dossier als de mensen hun mond beginnen dichtnaaien en andere heel vrede dingen zichzelf automutileren om toch hier te kunnen blijven. Dan moet u toch wel soms van staal zijn om dat daar te blijven weigeren en dus geen vergunning toe te kennen. Want uiteindelijk als dat wordt toegekend, dan zullen er natuurlijk etelijke voorbeelden volgen. En dan denk ik dat we het begin van het einde zijn. En dan zal er binnen dit en enkele maanden terug een collectieve regularisatiecampagne moeten komen, waarbij duidelijk in het regeerakkoord staat, in uw regeerakkoord, dat het er juist niet zal komen. Dus alle begrip voor de protesterende studenten, maar het is spijtig genoeg, denk ik, niet de weg die deze regering moet bewandelen in zaken regularisatie. Dit gezegd zijn, wil ik u bedanken voor de antwoorden. Ik merk dat de cijfers spijtig door het informatica-probleem, ik hoop dat het snel opgelost is, maar ik merk ook dat het aantal weigeringen verdubbeld is. Dat er dus ongeveer 60% geweigerd wordt van alle aanvragen op de diplomatieke posten in het buitenland. Ik wil zeggen, de N-VA blijft dit steunen. Wij zullen ook blijvend, als het evaluatierapport na 6 maanden er komt, in de commissie vragen stellen en dit verder onder de loep nemen. Heel belangrijk is ook toch te zeggen, wij gaan voor kortere procedures. Na 6 maanden weten de mensen of ze naar hier kunnen komen of men verblijf krijgt. Maar men gaat wel strenger zijn. Men is nu al strenger. En ik denk dat dat echt de verdiensten is van deze Kamer. Het parlement heeft laten zien dat we toch ook zelf iets kunnen doen. En dat het niet altijd vanuit de regering moet komen of vanuit de partijhoofdkwartieren. En ik ben daar zeer trots op. Dank u. Okay.